Jasper Philipsen, winnaar van de Elfstedenrace in Friesland. Nog eentje en je bent zegenkoning. Ah, dan moet de polkaard er geen meer neer. zijn. Uh, ik weet niet hoeveel wedstrijden hij nog rijdt, maar een uh, ja, uh, Lombardijen telt misschien ook wel uh, voor een aantal uh, extra. Nou, het blijft dan maar bij Ees Zegen. Hij reed alleen Lombardijen nog. Ja, jij gaat nog naar Turkije. Hoeveel vertrouwen heb je erin dat jij straks zegenkoning bent van het jaar? Ja, we zullen zien hoe dat het uh, loopt in Turkije. Ik heb uh, Ramon Singel aan mee als laatste man. Uh, en dan daarbuiten zullen dus we ook wel een goede ploeg hebben. Hopelijk uh, was en uh, nog, nog goede benen op het einde van het seizoen. Uh, maar ja, ik denk dat we overal uh, in Turkije gaan om ons on te amuseren. En we uh, zullen wel zien wat eruit volgt. Je startte natuurlijk hier in Friesland. Um, je keek naar het weerbericht vanochtend. Wat dacht je toen? Ik uh, was gisteren al een heel lastige wedstrijd in Münsterland, ook uh, waaien. Dus het ging vandaag niet anders zijn. Um, het was wel nog heel lang wind tegen, dus dat maakt het wel iets moeilijker. Maar eens dat we dan aan, uh, aan de kust kwamen, ja, was het toch wel uh, vrij snel op de kant. In. En, uh, dan uh, is het zaak om mee te zijn. Begin je op een gegeven moment te tellen, dan zie je kooi onder meer. Ja, hoeveel, ja, hoe zeker ben je dan van je zaak uiteindelijk? Ja, ik voelde de been nog wel echt uh, best hard van gisteren, dus uh, ik was niet super zeker. Maar uiteindelijk uh, had ik Lionel nog aan mijn zijde voor, uh, ja, voor de laatste lead-out te doen. En dat heeft enorm uh, geholpen. Ik hoorde jou net zeggen hier in een onderrondje, als de masseur me nu moet masseren, dan masseert hij een uh, stuk beton. Uh, ja, met nog één wedstrijd te gaan, is dat er nog uit te krijgen? <laughs> ja, dat zullen we zien. Er zal wel werk aan zijn. Maar. Uh, ja, gisteren was echt een uh, heel lege blok, vandaag opnieuw, dus uh, ja, die benen uh, die, uh, die zijn vrij, uh, ja, vrij ontploft vandaag. Heel iets anders zal jou ook niet zo zijn ontgaan, de mogelijke fusie tussen Jumbo-Visma en uh, Soudal Quickstep. Ja. Hoe kijk jij daarna vanaf een afstandje? Ja, ik uh, ben er helemaal niet op van de hoogte of ik weet echt uh, niet wat er gaan is, maar uh, ja, het zou, zou me wel heel uh, erg verbazen moest, uh, ja, moesten uh, die twee ploegen samen gaan. Maar ja, je weet nooit uh, hoe het gaat, dus, dus uh, spannend afwachten denk ik wel. Ja, ja want ja, goed, er worden dus straks waarschijnlijk heel veel slachtoffers gemaakt, als in renners die niet, uh, geen contract meer hebben. Bijvoorbeeld iemand als Tim Herlier, ja hoe, hoe spijtig zou dat zijn? Uh, ja, natuurlijk is het heel spijtig als er uh, twee topploegen uh, daar, daarvan één zou verdwijnen, één minder. De dus, uh, plaatsen in de World Tour zijn al vrij beperkt. Uh, ja, er zijn heel veel sterke renners, maar ze zijn maar uh, gelimiteerd aantal plaatsen. Dus het is nooit goed voor het wielrennen. En, uh, ja, hopelijk, uh, ja, hopelijk komen er nog, uh, nog mooie opportuniteiten of, uh, of kansen met andere ploegen uh, voor die jongens. Doorgaan. Turkije nog, tot slot. Hoeveel zegers boek jij aan het eind van het jaar? Um, ja, moeilijk om te zeggen. Uh, ik heb uh, het parcours wel eens bekeken in Turkije, dat is wel uh, ja, lastiger dan de andere jaren, dus uh, dat valt wel een beetje tegen, maar uh, ja, zullen wel zien, ik verwacht wel uh, een aantal sprints. Dankjewel Jesper. Dank je.